Kijk, Sinterklaas. Dag, meneer de Hofpiet. Sinterklaas. Oh, wat ben ik blij, Sinterklaas, dat u er bent. Ik ben ook heel erg blij dat u erbij bent, de burgemeester. En alle kinderen van IJsselmuiden, wat een drukte, zeg. Nou, we maken ons heel ernstig zorgen, want wij volgen Sinterklaasjournaal. En we dachten, ja, Sinterklaas die boekt een vakantiereisje. Maar nu begrijp ik het waar het reisje naartoe ging. Helemaal goed. Het ging hier naar IJsselmuiden toe. Maar ik ben nog wel een beetje moe. U bent wel een beetje wat dus. Dus kinderen, Sinterklaas is wel een beetje moe. Maar als je aan vakantie denkt, dan denk je aan IJsselmuiden. Precies. En ik denk dat ik hier de rust wel een beetje weer ga vinden vandaag. Ja. Nou, daar ben ik er niet zo van overtuigd als ik al die kinderen hier zie, dat u hier de rust zult vinden. Ik vrees van niet. Maar u hebt ongelooflijk veel hulp en bieden. Ik heb er van staan kijken hoeveel hulppieten op mijn mooie munt op en een beetje de roet op het gezicht. Dat is prachtig. Ik krijg erg veel hulp. Daar word ik heel erg blij van, kinderen. Ja. Lopen we met me mee, Sinterklaas, want er is een speciale stoel voor u. En Theo die warmt uw stoel al op, zeg maar, zoals elk jaar. Gaat u met me mee en misschien geeft u de kinderen nog even een handje. Want ik heb fantastische hulppieten gezien en hulpsinterklaasjes hier in het gebied. Nou, lieve kinderen, het zijn allemaal hulppieten met Sinterklaas. Ja, allemaal hulppieten, zeg. We hebben nog nooit zoveel hulppieten gehad, Sinterklaas. Ja. Ja, ja, ja. Allemaal de schoen zetten. Ja, schoenen en schoentjes. Kijk, Sinterklaas, die heeft de schoen aangezet, hè. Die heeft al geen schoenen meer aan. Die staan allemaal in de haard, hè. Bij de haard, ja. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die goede Sint. Een pop met vlechten in het haar. Een snuzig jurkje, kant en klaar. Twee kaatsenballen in een net. Een laptop van banket. Hey! Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die goede Sint. De schoenen zijn weer goed gevuld. Mijn wens is weer opnieuw vervuld. Pepernoten overal. Sinds paasje kan weer in zijn stal. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die goede Sint. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die goede Sint. Een brontel met een zweep erbij. Een doos blokken, ook voor mij. En schaatsen en een autobed. Een letter van banket. Hey! Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die lieve Sint. De pieten liepen op het dak met veel cadeautjes in hun zak. Zet je morgen weer je schoen, dan zal ik er iets leuks in doen. Kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen. Alles gekregen van die beste Sint. Ik neem het haar, een stootje, kuurtje, kant en kaart. Twee kaartenballen in het net, een letter van bank. Sinterklaas, mag u heel hartelijk welkom heten hier met al onze hulppieten en hulpsinterklaasen in het fantastisch mooie IJssel. Er stonden al honderden kinderen en ja, ze zijn hier niet te tellen. Ze zijn hier niet te tellen en ja, daar word je heel erg blij van, burgemeester, en daar krijg je energie van. En ik voel me vanavond vast en zeker minder moe met al die hulp. Nou, we hebben natuurlijk vanavond weer heel veel werk te doen. Maar het is nodig dat al die kinderen uit om vanavond de schoen te zetten. Hoeveel schoenen mogen we zetten, Sinterklaas, vanavond? Wij rekenen op 10.000 schoenen. Ja. 10.000 schoenen. Daar rekent Sinterklaas op. Nou, ik heb een heel verhaal van Piet Lutz gehoord.
dat hij zich ernstig zorgen maakt of het allemaal lukken gaat. Maar het blijft mooi weer vandaag, Sinterklaas. Als u met uw schimmel over de daken gaat, hoe stelt u zich dat voor? Onze pieten zijn nergens bang voor geweest. Ze hebben hoogtes van 12 meter, 17 meter, niks is een probleem. En we komen overal binnen, geen probleem. Geen hoogtevrees? Niemand van de pieten heeft hoogtevrees. Alleen de leerlingen nog een beetje, maar die beginnen bij 2 meter. Nou, we hebben gezien, Sinterklaas, al die hulppieten hier. We zijn zo ledig als het er maar wezen kan. Overal zijn ze aan het springen geweest. Alle bewegingen hebben ze gemaakt om heel gemakkelijk door de schoorstenen te gaan vanavond. Prachtig mooi, ik ben er erg trots op. Sinterklaas, wilt u op uw zetel plaats nemen? Ja. U hebt even gezien, Theo, die was hier net. Waar is Theo? Kijk eens, Theo. Theo heeft uw zetel weer warm gehouden. De stoel is warm gehouden door Theo. Theo, bedankt jongen. Ieder jaar is Theo weer trouw op mijn stoel om dan te passen. En hij is hier meestal al om 8 uur. Dus dat is heel fijn. En al 8 uur. Heel mooi gezongen, kinderen. Kijk eens, en natuurlijk wordt daar bij je eerste prijs een mooi cadeau bij. Ik heb deze voor eens mee. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En deze Anouk is voor jou, alsjeblieft. Voorzichtig op de trap, hè? Voorzichtig op de trap. Tweede hoog. En SP is er ook al. Nou, oh, kijk maar aan het Dikke Boon en SP. Tom Kalten. Tom Kalten. Tom Kalten. Tom. Eentje. Is er Tom Kalten in de buurt? Tom Kalten. Daar komt Tom Kalten. Eentje heeft hem. Heeft zijn muts op. Je hebt inderdaad geen reden op het slechte weer, Sinterklaas. Ja, maar ik ben door slechte weer gekomen met Tom Kalten. Tom is er ook gewoon bij. Ja, precies. Nou, even een applausje van Tom. Kom, kijk eens even, ik heb een cadeau voor jou. Alsjeblieft. Sorry. Dat ziet er mooi uit. Ja, en voorzichtig, hè. Maar ik vind wel... Zeg Sinterklaas. Ja, dat is met vandaag omdat ik een beetje moe ben met de schouder te maken. Met een beetje moe. Sinterklaas, we staan wel een beetje op de piepelwaars. Ja, dat is echt een prachtige zin in deze video. Dat het ding